Goedemorgen. Vandaag is het humusdag. Nou heb ik zelf helemaal niks met humus. Ik vind het hartstikke, ik wou zeggen smerig. Maar er zijn mensen die vinden het heel erg lekker. Maar ja, ik lust het niet. Ik vind het niet lekker. En ik zou niet weten hoe ik dit moet gaan tekenen. Humus. Dus laten we maar iets anders tekenen. Teken je weer mee? Ja, nou ja, ik heb een voordeel. Mijn dochter die kan niet tegen soja en ook niet tegen peulvruchten. Dus ook niet tegen kikkererwten. Dus we halen het ook gewoon niet in huis. Ja, en volgens mij lust ook niemand bij ons humus in huis. En ja, hoe teken je nou humus? We gaan gewoon geen humus tekenen. Ik heb een ander idee. We gaan vandaag een schildpad tekenen. Heeft niks met humus te maken, maar ja, dat leek me nou een leuk idee. Een schildpad. We hadden vroeger thuis een schildpad, die heette Piet. We hadden ook een kanarie, die heette ook Piet. Maar dat waren wel de enigste twee beesten die Piet heette, hoor, gelukkig. Want niet iedereen heette Piet bij ons. Maar laten we nou eens een schildpad gaan tekenen. Laten we eerst eens het schild tekenen. Ik denk dat dat dan zoiets is. Zo. Dan die kop van die schildpad. Dat een beetje vierkante kop heeft zo'n beest. En dan heeft hij ook nog zo'n voorpoot zo. En een achterpoot natuurlijk. En dan heeft hij ook nog een staartje zo. En dan dat schild, hè, dat bestaat uit allemaal facetten. Facetten heet het. Die elk jaar groeien. Je kan ook aan een schildpad zien hoe oud die is. Aan het aantal ringen. Dus net zoals bij een boom. Kan je ongeveer inschatten hoe oud zo'n schildpad is. Zo. Oh ja, ik heb hier wel de kop getekend van de schildpad, maar hij heeft natuurlijk ook nog gewoon een oog. Zo. En zijn bek natuurlijk. Zo. Dan zit hier ook nog een neusgat. Zo. En dan. En die nek die heeft een beetje gerimpeld zo. Hij kan het ook intrekken natuurlijk. Hè. En die poten die hebben ook een soort schubben. Tenminste, daar lijkt het op. Het zijn geen echte schubben. Maar het is ook een beetje gepantserd zo. Een beetje schaduw. Zo, nu vind ik dat we een aardig schildpad hebben. Nou, je hebt natuurlijk ook nog waterschildpadden. Die zien er dan weer anders uit. Hè. Die hebben meer vinnen dan poten. Kunnen we ook wel even tekenen. Zo. Ja, even kijken hoor. We dat het beste kunnen tekenen, zo'n waterschildpad. Je ziet, heeft het, dat schild dat loopt ook net weer anders, geloof ik. Dus. Zo. Ja, van die zwemvliezen zo. Het is ook net of ze altijd een beetje triest kijken in zo'n schildpad. Ja. Maar goed. Als die dan zwart maken, zo erachter. Die zijn verder weg. Dus die kunnen we donker maken.
Zo, dan denk ik dat we best wel een aardig idee hebben van zo'n waterschildpad. Nou, ga zelf ook aan de slag met schildpadden tekenen. Kijk eens op internet hoe ziet zo'n schildpad eruit. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!